hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Alweer een paar dagen verder. Ik denk dat het laatste beeld ze hebben gezien dat we bij oma waren aan het eten. We hebben lekker samen gegeten zo bij oma. Maar we zijn een beetje aan het bijkomen van kerst. Yes, exactly. Want we hebben echt, tenminste ik heb echt zo extreem veel gegeten dat ik de volgende dag gewoon doodging van de buikpijn. Ik heb heel goed op de wc gezeten. Ik wou bijna janken van de pijn omdat ik echt zo lang al best wel gezond eet. En in één keer gewoon zoveel naar binnen heb gepropt. Ik kan gewoon niet mijn maten genieten. Dat heb ik gewoon gemerkt tijdens deze dagen. Ik heb gewoon geen grenzen. Ik kan niet nee zeggen. Ik moet alles gewoon zo erin proppen. In ieder geval, we zijn herstellende. Ik heb vandaag een gembershot gehad. Ik heb nu een koffie. Ik eet echt 2 dagen bijna niks. Ik moet echt even bijkomen. En we gaan nu richting IKEA. En daar gaan we lekker kaarsen halen. En kledingrekjes. Want we hebben onze slaapkamer helemaal omgegooid en schoongemaakt. We hebben ons bed verplaatst. We hebben nieuwe lakens, dekens, noem maar op. En we gaan nu ook kledingrekjes halen. Dat is een beetje de planning. Ik heb trouwens een trui aan van Weekday. Ik vind hem echt zo leuk. Alleen hij jeukt echt zo ernstig. Dus ik heb maar een shirtje eronder aan gedaan. En ik heb ook nieuwe schoenen aan. Jullie gaan die echt nooit snappen. Ik denk echt niet dat ze dit bij mij vinden passen. Laat ze niet laten zien in je vlog. Nee. Maar dan laat ik jullie even zo zien. Ik heb echt schoenen aan die jullie nooit bij mij gaan verwachten, denk ik. Maar dat zien jullie zo. Oh, mijn arm doet pijn. Kijk, dit zijn de nieuwe schoenen van Nessie. En dit zijn mijn nieuwe schoenen. Ik heb gewoon Allstars gekocht. Doet me echt denken aan mijn tienertijden. Ik had voor het laatst Allstars aan toen ik denk ik 14, 15 was. Toen had ik de groene. Maar ik heb nu met zo'n hoge platform. Dus het eerste wat we gaan doen. Nu ben ik hier aangekomen gaan eten. Ik heb wel een lekkere gezonde bord. Een salade. En Nessie ook heel gezond. Heel gezond. Niet doen hè? Messi vindt deze stijl een beetje leuk. Ik vind het wel een beetje een hotelsfeer, heb ik het? Een beetje. Het ziet wel best wel mooi uit, vind ik, voor IKEA. Ja. Mooi. Dus we hebben onze kledingrekjes gevonden. Alleen zwart is uitverkocht. En we hebben nu wel zwarte kledinghangers. Maar ja, boeiend. Het is toch een tijdelijke oplossing voor ons. En we zijn nu geslaagd. Wij zijn klaar. Nee. Wat dan? Jouw trappetje moeten we nog halen. Oh ja, ik heb een trappetje voor in de keuken. Ik ga helemaal stuk. Dat is echt gewoon de ideale oplossing. Ik moet er wel echt voor zorgen voor in het nieuwe huis. Dat mijn keuken dus niet zo hoog wordt gebouwd. Dat ik echt gewoon een mega trap nodig heb. Maar ik ga voor nu een trappetje halen. Ik zag het laatst bij de oma van Nessie. Ik zag haar zo op een trappetje klimmen. Om zeg maar borden te kunnen pakken. Toen dacht ik, ja, handig. Oké, we zijn klaar. Hoeveel denk je dat wij moeten betalen bij de kassa? Ik zeg 109 euro. Oeh, ik zeg meer richting om de 150. Echt? Ja. Oké. En dan laat ik jullie zo de bol zien. Zoals ik zei, zijn we een beetje aan het opruimen in onze slaapkamer. Als het er goed uit, behalve de kleding, is vandaar dat we dus kledingrek hebben gekocht. Maar ik wil je nog even iets laten zien van kerstavond. Echt een beetje lastig om te zien. Ik heb zelfs de plek een beetje gewijzigd. Maar kijk dan. Ik heb echt zo'n mooie poster gekregen van Bagdad. Ik ben hier echt zo blij mee voor de mensen die mij volgen. Ik ben dus geboren in Bagdad in Irak. En dit is een poster ervan. Ik vind hem echt zo mooi. En deze komt in mijn nieuwe huis. Ik heb deze van mijn schoonzus gekregen. Echt, echt het meest originele cadeau ever. Love it. En dit is Gigi. En die Gigi komt uit Dubai. En dit heb ik van Nessim gekregen toen we voor het eerst naar Dubai waren gegaan. Toen waren we volgens mij 3 of 4 jaar samen of zo. Toen heb ik Gigi gekregen. Dus die blijf ik ook altijd bewaren. Nou, dat hebben we dus ook gehaald. Dat is toch goed, hè? Echt van die dingen die je gewoon haalt om te halen. Een hele goede morgen. Het is vandaag. Oha! Het is vandaag maandag. Hij heeft echt zo'n heel lelijke filter over ons heen. Laten zien. Een hele goede morgen. Het is vandaag
Ik moet even snel vertrekken, dus ik zie je even in de auto. Zo, wij zitten inmiddels in de auto. Ik heb trouwens een jasje aan van Boer, die is echt heel erg leuk. De zon is vandaag zo sterk, niet normaal. Maar het is vandaag trouwens 30 december. Morgen is dus de laatste dag van het jaar. En wij gaan in principe de stad in. Echt een super goed idee. Het is super druk. Om even de laatste dingetjes te halen. We hebben allebei geen outfit voor oud en nieuw. Dus we hopen een leuke outfit te kunnen scoren. Ik moet mijn topjes van Calvin Klein terugbrengen die Nessie voor mij had gehad. Want die zijn allemaal te klein. Calvin Klein. En ja, we gaan outfits scoren. En we moeten nog, tenminste ik moet nog ontbijten. Dus dat gaan we ook nog doen. En dat is een beetje de planning. We zijn heel lang niet in de stad in geweest samen, of wel? Dat klopt. Nou, dat was de update van de dag. Voor de rest wil ik nog even melden dat ik de laatste 2 weken echt een dagcreme had van de Kruidvat. Huismerk. En echt, in het begin dacht ik van, oh nou, het kost me maar 5 euro en het werkt goed. En nu denk ik, shit, mijn huid is aan de kloten. Ik moet weer even een normale dagcreme halen. Ja. En dan merk ik ook echt, mijn huid is gewoon echt lelijk. Dus we gaan weer over naar dure dagcremes, jongens. Ik dacht we gaan bezuinigen, maar ja, wat wil je zeggen? Dat is echt een vraag. Kan je mijn auto eventjes filmen en laten zien hoe schoon het is? Nee, zijn auto is zo schoon. Ik ben zo trots. Heeft hij niet zelf gedaan, alleen. Zo'n mooie foto van mijn vrouw in de auto. Ik ga weer voor schut staan vandaag, denk ik. Want ik heb die schoenen aan die weer overal afgaan. Nou, deze niet. Maar het is meestal bij de Zara. De Zara. Ik ben zo bang. Ik heb net de Calvin Klein topjes omgeruild voor Calvin Klein BH's. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat ze goed zijn. Wij zijn nu bij Simit en wij gaan hier even ontbijten. Ik heb een Simit besteld met... kaas te maken, komkommer. Ik heb echt heel veel zin in. Ik heb lekker een theetje. Ik ga even genieten deze 2 dagen. 2 laatste dagen van het jaar. Even lekker eten wat ik wil. Want 1 januari gaan ik je net zien. 1 maand lang. Heel erg strikt doen. Want we hebben een vakantie geboekt. Echt strikt. Ja, we hebben een vakantie geboekt. Dus dat moet nu echt gebeuren. Maar gelukkig ben ik wel echt op de goede weg. Alleen Nessie... Die was laatst niet zo gezond bezig. Ik lijk zeg maar, in de ochtend leek ik gewoon echt op die filter van Instagram. Maar we gaan gewoon even een maand lekker streng doen, sporten, gezond doen en nu even genieten. Even alles wat laat deze 2 dagen. Besef, ik moet Nessie met deze filter filmen als die mand aan het eten is. Wacht even hoor, ik moet even... Yes. Hallo, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het filmen. Wat? Blijf aan het filmen. Het is een boomerang, je moet hem wel goed instellen. Het is ook een boomerang. Ja, maar dat heb jij ingesteld. Gaat niet goed, hè? Je moet blijven drukken. Ja. Oh, hoe lekker. Eeuw, gadverdamme. Ik zit nu in de paskamer van H&M en ik heb een heel mooi rokje gevonden. Ik hoop dat hij ook echt mooi zit. Ik dacht, ik kan even mijn jasje showen aan jullie van Boohoo. En ik vind dat hij echt super fijn en mooi zit en hij houdt me heel erg warm. Like it. Nou jongens, we zijn hartstikke geslaagd. In plaats van dat Nessie op mij wacht, moet ik op hem wachten. We zijn nu bij de Starbucks en Nessie heeft echt altijd dat hij me met alles moet nadoen. En we zijn dus bij de Starbucks en ik had laatst dus deze beker gehad en hij heeft hem nu dus ook gehad. En ik had hem gehad gewoon om heel veel water te kunnen drinken. En het lukt me aardig en nu heeft hij hem dus ook gekocht voor zijn ijsthee. Moi je veux que tu bouges ton corps, oui, ma lady, que tu danses avec moi. Mag ik 1, 2 krentenbollen alsjeblieft? Dat is normaal. Dus, ik heb een outfit gescoord voor morgen. Als jullie in de vlog van morgen. En we hebben daarna dus oliebollen gehaald. Ik ga nu lekker mijn eerste oliebol van het jaar eten. Lekker veel met poedersuiker. Wil je ook een oliebol, Nes? Ja, zal ik. Oké.
Wij zijn aan het opruimen. We hebben laatst heel veel bij de IKEA gehad. We hebben het allemaal nog niet uitgepakt. En we hebben hier alle rekken inmiddels hangen. En ik ga even alles ophangen wat ik deze dagen nog wil dragen. En ik heb nog heel veel dingen die ik nog niet heb gedragen. Dus dat ga ik nu allemaal doen. Ik krijg eindelijk een beetje overzicht op wat je nog hebt in je kast. Want ik heb echt een mini kast. En ik ben niet van plan om een kast te halen nu voor onze verhuizing. Dus dit is even een tijdelijke oplossing. Ook dit is even hier tijdelijk, want ik heb er geen plek voor. Maar ik ben hier echt zo blij mee. Zo, lekker een tweede oliebol. Deze was echt trouwens heel erg lekker, deze oliebollen. Een hele goede morgen, het is vandaag oudjaarsdag. En kijk eens wat allemaal is binnengekomen. Nieuwe haarproducten, ik ben echt heel erg benieuwd. Maar ik heb deze echt even nodig voor vandaag. Dus ik ben zo blij dat het is binnengekomen. Een masker voor mijn haar. Ik heb het nog nooit gebruikt, maar ik ga het nu gelijk uitproberen. Nou, eindelijk vertrokken. We zijn nu bij de tank, even tanken en dan gaan we heel snel richting België. We zijn een beetje aan de late kant. We gaan eerst langs Koolmees, want daar gaan we even twee kippen ophalen om mee te nemen. En daarna gaan we nog Chicken te halen om mee te nemen en daarna rijden we even door. Ik heb echt heel snel mijn make-up gedaan. Ik weet niet, laatst heb ik echt sowieso niet echt veel zin in mijn make-up. Maar zoals je ziet heeft de masker ook niet echt geholpen. Dus mijn haar zit er ook niet uit. Maar dat maakt niet uit. Ik vind mijn outfit tenminste leuk. En daar ben ik echt blij mee. Ik heb die gisteren dus gescoord bij de Zara. Ik heb echt zo'n heel mooie kanten truitje gehaald. Van die pofmoutjes. En ik vind hem echt heel gekeurd. En daaronder heb ik dus een rokje aan van de H&M. Ik vind hem echt heel erg leuk. Dus ik ben wel blij met mijn outfit op zijn minst. En ik heb lekker mijn eerste koffie van de dag. Daar was ik wel echt aan toe. Ik was niet echt van plan vandaag heel veel te filmen. Pas op, hè, koffie. Wat is er, schat? Wil jij een staatslot of niet? Ja, is goed. Nou, we gaan dus een staatslot halen, zo te zien. Nee, maar ik ga vandaag dus niet zoveel vloggen. Ik heb er niet zoveel zin in. En we zijn vandaag toch met familie. Dus we gaan ook niet heel veel doen wat ik wil filmen of wat ik kan filmen. Dus het wordt gewoon even lekker genieten van de dag. En just enjoying the moment. Wij staan nu bij de Koolmees. Dan zullen we even kip gaan halen. En daarna gaan we gewoon gelijk door vertrekken. Ik heb echt zin in kip, man. We hebben dus twee besteld. Twee hele kippen. Eentje met knoflook en eentje met piripiri. En knoflook is eigenlijk mijn lievelings. Maar als je die eet, dan moet iedereen ervan eten. Want die stinkt dood daarna. Guys, wij zijn nu bij Chicken, zoals je kan zien. Alleen het is hier echt zo mega druk met auto's. We hebben omgeruild van stoel. Ik ben nu even aan het rijden in de straat. Dat hij klaar is. En hij is even uitgestapt om het snel te halen. Want anders gaat het echt niet werken. Er is ook helemaal geen parkeer. Guys, het is alweer 2020. We hebben een hele avond achter de rug. Vuurwerk, alles. En wij zijn nu onderweg naar de show van Nessie. En dus, ja, we zijn kapot eigenlijk. Ik ga even naar een show, even gelukkig maar één show. En daarna gaan we gewoon gelijk naar huis. We zijn kapot eigenlijk. Dus ik hoop dat het even heel snel gaat allemaal. Gelukkig nieuwjaar allemaal, maak er een mooi jaar van. Ik ga gewoon lekker een drankje doen en dan ga ik rustig gaan naar huis. Peace, tot morgen, doei!